Nou, welkom bij Mist Ed. Ja, ik ben bij Peter, want ik heb een probleem. Ja. Een probleem? Ja. En mijn probleem is dat Verona op haar benen heeft ze wat irritatie, voedselallergie, dierenarts is geweest, zalfjes gehad en noem het allemaal maar op. Maar het gaat niet helemaal weg. En dat wat ik van de dierenarts heb, ja, is niet dat je zegt het aller... handigst om te blijven gebruiken. Okay. Dus het gaat er wel van weg, maar het komt dan toch stiekem wel weer terug. En het is voedselallergie. Het komt van de voedselallergie. Ja, haren gaan omhoog staan. Het is geen rasp, het is echt een allergische reactie. Haren gaan wel weg, maar de huid daaronder is dan geïrriteerd en dan het ziet er niet uit. Nee. Nou ja. Ik zal het even laten zien. Zo, dan heb ik het laten zien. Nou, dus jij kwam bij mij. Dus ik kom bij jou, want als ik een probleem heb, dan gaan we naar Mr. Ed. Ja, heel leuk. Ik zeg, misschien is vetricine wel wat. Nou, laat zien, wat heb je? Nou, vetricine is een huidverzorgingsmiddel. Ik heb diverse groottes, een grote en wat kleinere. Het is eigenlijk een heel vreemd goedje. Het is veilig, niet giftig. Er zitten ook geen steroïden in of antibiotica of whatever. Het is een product wat gemaakt, of eigenlijk bestaat uit bijna 100% water. Dus je geeft me nou een flesje water mee? Niet helemaal. Ik zei bijna. Nee, dat is heel gek. De middelen die hierin zitten, dat is een beetje een soort formule. En die formule die geeft natuurlijk niet helemaal prijs, want dat zou natuurlijk leuk zijn. Ja, dan maak ik ze het gewoon na. Maar vetricine is een Amerikaans merk. En dat is wel bekend door een hondentrainer. Dat is Milan. Cesar Milan. Cesar bedoel Milan, jij? Ja. Ah. Die wordt ook gesponsord door vetricine. En sinds kort ook Dr. Pol. Dr. Pol. Dr. Pol gebruikt dus ook vetricine. Oké. Nou, vetricine is eigenlijk een middeltje wat, hij zegt het al, het is bijna water. Zit in een spreetje. En als je dan spreet op de wond. Of niet alleen wonden, maar ook allerlei irritaties, allergische reacties, wat ook nog wel eens verzacht daarvoor. Maar het fijne hiervan is dat als je dit gebruikt, dan is het zo dat dat middel, zeg maar, de huid weer naar zo meest mogelijk oorspronkelijke staat terugkrijgt. Dus het belast het niet, het ondersteunt het. Ja, het ondersteunt. En als je bijvoorbeeld een wondje hebt, dat zie je wel eens meer, en dan heb je een heel klein wondje en dan krijg je dus allemaal nieuwe haargroei en dan wordt het een andere kleur. Dat kan. Ja, dus krijg je haargroei. Als je een vosje hebt, dan krijg je ineens allemaal witte haartjes. Ja. Die herstructurering die brengt vetricine wel met zich mee. Dus het houdt in dat als je dat opspreekt, dan krijg je eigenlijk weer de gewone normale huid terug en dan krijg je ook geen wildvleesvorming en allemaal van die enge dingetjes. Oké, dus je krijgt ook geen witte haren? Het zou kunnen, maar over het algemeen is het zo dat het dan weer terugkomt in de originele staat. Oké. En je hebt daar dus een spray voor, dat is gewoon dat vloeibaar. En je hebt dus ook een iets dikkere vorm, dat is een gel. En die gel die is eigenlijk handig als het wat langer erop moet blijven zitten. Oké. En er zijn nog meer artikelen. Je hebt ook nog een oogspulletje ervoor. En er is ook nog zelfs een soort jodium. Dat heb ik hier wel staan, maar dat is even iets anders. Oké. En deze heb ik dus in deze grote, maar ook in een lekkere hele grote sprayfles. En lekker sprayen. En je ziet het gewoon veranderen. Het is heel gek, maar het is echt waar. Nou, dan gaan we meemaken. Ja. En is dit dan alleen voor mijn paard? Want ik zie hier nog heel veel andere foto's op staan. Nou, eigenlijk voor iedereen. Oh, dus ik kan het ook bij mezelf gebruiken? Ja, het wordt in Amerika heel veel gebruikt in ziekenhuizen. Oh. Maar het heet anders. Oké, hoe heet het dan? Weet je geen idee. Geen idee. Nee, ik weet niet hoe het heet, maar het wordt wel gebruikt. Oké. Dus dit is eigenlijk heel gek. Maar het is begonnen bij de honden en de katten. En de konijnen en de pakieten. En uiteraard ook gewoon, want de grotere fles wordt meer gebruikt voor de paarden, want een paard is toch wel iets groter dan je pakketje. Best wel. Ja, toch wel. Ja. Ja. Dus. Nou, dan neem ik het mee en ga ik het even uitproberen. Ja, super. Nou, succes ermee. Dankjewel. Ja, en laat het even weten. Ga ik doen. Oké. Nou, dag 1, dan ziet het er zo uit, zoals ik hem heel dichtbij doe. Zoals je ziet, verkeer flink geïrriteerd. En dan gaan we het spuiten. Nou, maar kijken hoe dat werkt. Zo. Nou, het zit ook een beetje aan de
Want deze komt niet. Een klein beetje aan de achterkant. Dus dat doe ik ook even inspuiten. Maar hier zie je het best. Dus ik blijf er verder vanaf. En dan gaan we het volgen. Nou, gisteren wordt het eerst opgedaan. En nu ziet het er zo uit. Niet heel veel anders. Dus dit is dag 2. En ik spuit het er weer op. Zo. En dan kijken we morgen weer verder. Nou, dag 3. Ik heb toch wel het idee dat het er een stuk rustiger uitziet. Dan staat ze. Staat me een beetje weg. Zien jullie niks. Zo. Het is nog niet over, zeker niet. Maar het ziet er wel een heel stuk rustiger uit. Het gestamp is helemaal over, want het was eigenlijk al naar de eerste keer spuiten. Zo. Zo, we zijn nu bij dag 4, zoals je ziet. Wat dichterbij. Je ziet het nog wel echt zitten, maar je ziet ook dat het weer licht roze is. Dus ik ga het weer inspuiten. Het haar begint alweer te groeien. Dus ik moet zeggen, het gaat heel goed. Lekker spulletje. Nou, we zijn nu bij dag 5. Dag 4 hebben we dus niet kunnen filmen. Mijn camera leeg, mijn telefoon leeg en alles gemist. Zoals je ziet, ziet het er eigenlijk heel anders uit. Nu, haar begint aan alle kanten weer te groeien. Ik wil niet zeggen dat het over is, maar het gaat wel een stuk beter. Dus ik ga het nu wel nog inspuiten. En dan volgen we het nog even. Zo, we zijn bij dag 7. Zoals je ziet, is het enorm opgeknapt. Ik blijf nog wel even spuiten, want zelfs de haren zijn voor het grootste gedeelte alweer terug. Dus ik spuit het nog even in, maar na een week ziet het er dus al zo uit. Nou, ik ben bij een week iets langer bezig geweest en het is weg. Ongelooflijk. Echt waar? Het is echt... En je kan dit gewoon blijven gebruiken dus? Ja, het is wat ik al zei, het is pH-neutraal. Wat je erop leest, het zit geen alcohol in. Dat is ook wel belangrijk. En ja, mensen denken dan droogt het uit. Oh, dat ziet er wel alcoholachtig uit. Nou ja, dat is het dus ook niet. Steroïden niet, geen antibiotica, want dat mag wel, maar alleen echt via de dierenarts. Ja. Is ook niet echt heel erg goed voor je beestje natuurlijk. Dus leuk dat het werkt. En dat kun je dus halen bij Mr. Ed. Ja, helemaal goed. Bedankt voor dit advies en ik zie je graag voor het volgende probleem. Super. Dus bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. En vond je het een leuke, handige, informatieve video? Geef een duimpje omhoog. En ik zie je graag in de volgende video. Tot ziens. Doeg!